Goedemiddag Jo Klaas, welkom op de boekenbeurs in Antwerpen, de 83ste editie. Jij bent hier om tal van redenen. Een van de recente misdaadverhalen die je hebt afgeleverd is een tragisch verhaal. Het speelt zich nog maar eens af in Leuven. Is dat eigenlijk de biotoop die jou het meest fascineert? Ik had eigenlijk geen keuze om een andere stad te kiezen, want heel de Thomas Bergreeks is ontstaan uit een weddingschap. En een van de vereisten was dat het verhaal zich in Leuven afspeelde. Dus ik heb Leuven gekozen als de achtergrond. Dat was een beetje moeilijk, omdat Leuven is een kleine stad. En met een heel hoge graad aan sociale controle, omdat tot in de vroege ochtends hele horde studenten door de straten zwerven. Maar die sociale controle maakt dan ook dat Leuven eigenlijk weinig misdaad heeft. Toen ik aan de reeks begon, ben ik gaan praten met de korpschef en toen heb ik hem gevraagd hoeveel moorden hebben wij eigenlijk per jaar in Leuven. En wat was het antwoord? Die man zei, eigenlijk kunnen we niet in termen van jaren spreken. Dus we komen nog niet aan één moord per jaar in Leuven. Dus op dat vlak was Leuven niet zo geschikt om te kiezen. Maar aan de andere kant is Leuven iets heel apart. Soms lees je een boek of je kijkt naar een film. En of die zich nu afspeelt in Berlijn of in Amsterdam of in Brussel, dat maakt geen enkel verschil. De stad is louter decor. Dat wilde ik niet. Ik wilde echt Leuven als een bijna tastbare aanwezigheid. Bijna als een personage. Hoe groeit zo'n misdaadverhaal dan in je hoofd? Is dat iets wat op een goede avond ontspruit aan je fantasie? Een misdaadplot is iets wat heel ingewikkeld in elkaar zit. Veel ingewikkelder dan een normale roman bijvoorbeeld. Het is een puzzel die moet kloppen op alle mogelijke manieren. Chronologisch, psychologisch, ruimtelijk, noem maar op. Zoiets in elkaar steken, dat doe je niet op een avond. Moet ik dan een tafel met post-its voor mij zien met mogelijke plots, misdadigers, verraders, politiemensen, waar jij een puzzel mee maakt? Nee, zo werk ik niet. Ik schrijf heel graag, anders doe je dat ook niet. Maar wat ik het minst aangename vind aan schrijven is het bedenken van de plot. Omdat dat, dat is tamelijk moeilijk. En ik begin dus met een paar personages die een conflict hebben. En dan dijt zich dat uit in al maar grotere cirkels. En begin je nevenplots te bedenken en begin je zijsporen te bedenken. Want de lezer, dat hoort nu eenmaal zo, dient op het verkeerde been te worden gezet. En zo groeit dat langzaam maar zeker uit. Maar dat heeft ook te maken met het onderwerp en met de research die je moet doen. Voor het ene onderwerp moet je veel research doen, voor het andere niet. Zie, het hangt een beetje af van boek tot boek. Krijg je daar soms feedback van mensen die zeggen, het was goed, maar dit of dat detail klopte niet helemaal? Mijn hoofdpersonage Thomas Berg heeft een stamcafé op de Grote Markt van Leuven, de Gambrinus. En daar gaat hij altijd koffie drinken of iets anders. En in een van de boeken heb ik eens geschreven, hij vindt dat daar de beste espresso is van heel Leuven. Daar zijn veel reacties op gekomen, want daar en daar en daar is de espresso toch beter. Enzovoort, enzovoort. Dat soort reacties krijg je wel. Zo zie je maar waar mensen op letten. Hè. De Thomas Bergreeks is natuurlijk een hele lange reeks, dus je hebt een heleboel boek bij je ingeschreven. Zie je jezelf ooit nog in een andere serie stappen of een andere serie starten, dat je dit programma een beetje loslaat en met een nieuwe reeks op de proppen komt? Misschien wel, maar voorlopig nog niet. Je weet wat men zegt, never change a winning team. Dus dat ben ik nog niet van plan. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat je op een gegeven ogenblik het gevoel hebt van ik ben uitgepraat over die man. En dan moet je iets anders doen. Wat ik wel van plan ben binnenkort is om eens een stand-alone thriller te schrijven. Dus een boek dat helemaal niks te maken heeft, nog met Thomas Berg, nog met Leuven. Gewoon een stand-alone thriller. Iets over de boekenbeurs misschien? Wel ja, waarom niet? Maar is dat geen ingetrapte deur? Is dat niet alles gebeurd? Misdaadverhaal op de boekenbeurs? Ik weet het niet meer met zoiets te herinneren, maar het kan zijn dat ik me vergis. Ik weet het niet zeker. De organisatie zou het alvast fijn vinden. Hè? Iets wat jou ook fascineert of toch heel erg bezighoudt zijn mythen en zagen, Romeinse legendes enzovoort. Daar ben je heel erg mee bezig. Vanwaar die passie? Ik stelde de laatste jaren vast dat leerlingen geen verhalen meer kennen. Of het nu gaat om verhalen uit de Bijbel, of het gaat om verhalen uit de Griekse mythologie. Nochtans, dat is belangrijk, want eigenlijk ons kunstpatrimonium, twee derde bestaat, steunt nog altijd op twee pijlers, de Grieks-Romeins en de Joods-Christelijk. En dan zeg je Bijbel en dan zeg je mythologie. En dan leren we die mensen wel het verschil tussen impressionisme en expressionisme en romantiek en klassicisme. En wij nemen hen mee naar musea en wij sleuren hen
drie dagen door Parijs en we bekijken die kathedraal enzovoort. Maar dan kijken ze naar een schilderij en ze weten niet wat ze zien. Ons onderwijs is niet meer verhalend. Het onderwijs is heel feitelijk geworden. Dus in de lessen godsdienst wordt niet meer over de verhalen in de Bijbel gesproken. In de lessen Latijn wordt ook nog heel weinig mythes behandeld enzovoort. Dus hoe zouden ze die verhalen wel kennen? En ik vond dat heel erg jammer. En daarom heb ik een paar boeken daarover geschreven. Dus dat ze op een vattelijke manier opnieuw en op een makkelijke manier ook opnieuw in contact komen met een onuitputtelijke bron van verhalen. Die zij ook vaak nodig hebben om een boek of een film te begrijpen. Want er staan heel vaak verwijzingen in of voorbeelden van intertextualiteit. En die vatten ze dan niet. Dat wil niet zeggen dat ze het boek niet begrijpen, maar ze lezen het dan op een minder diepgaand niveau. En dat vond ik jammer, dat vond ik heel jammer. En dat is de reden waarom ik met die boeken begonnen ben en waarom ik ook heel vaak mythologische en bijbelse onderwerpen in mijn Thomas Berg verhalen gebruik. Wat moet een boek volgens jou in de eerste plaats doen? Iemand amuseren of iemand iets bijbrengen? Ik heb altijd gezegd van, ik wil niet louter misdaadromans schrijven die alleen daarop mikken. Ik wil ook het andere. Dat is waarschijnlijk de eeuwige leraar in mij, ik weet het niet. Maar ik wil ook dat mensen iets opsteken uit die boeken. Waarom zou dat bij een misdaadroman niet mogen? Ik zeg ook altijd, ik schrijf geen thrillers. Een thriller is iets heel anders dan wat ik schrijf. Ik schrijf misdaadromans. Die amuseren en informeren, de beide? Ja, dat is de bedoeling. Dat is een mooie zaak. Ik wens je nog een heel fijne boekenbeurs toe. En veel signeergenot zo dadelijk op de stand van VBK. Dank je wel.